Mam. Ik zag de advertentie in de krant. Bubbels, omdat het zo'n fantastische dag is. Nout heeft zijn geheugen terug. Lieve schat, ik ben zo blij voor je dat je eindelijk die nare periode kan afsluiten. En ik snap dat je heel erg opgewonden bent, maar die mensen van Modenieuws willen echt dat interview. Dus... Hey, ik laat jullie even alleen, oké? Wat geweldig dat Nout... Het was een fantastische presentatie, echt waar. Je had geen uitnodiging. Nee. Nee, dat weet ik. Maar ik weet ook hoe belangrijk dit voor je is. En ik weet natuurlijk dat we problemen hebben, maar... Nou ja, ik had misschien helemaal niet moeten komen, maar ik moest er gewoon bij zijn. En ik wilde je laten weten hoe ontzettend trots ik op je ben. Trotser dan trots. Gefeliciteerd, lieverd. Ik overval je natuurlijk met mijn komst en ik... En het is een geweldige avond en die laat ik niet door jou verpesten. Maar dat is natuurlijk het laatste wat...